Dag beste kijkers. Welkom bij ons vernieuwde weerbericht met nieuwe weerkaarten en een nieuwe weerset. Met voor vandaag ook gevoelig frisser weer. Temperaturen nog tot 13, hooguit 14 graden. Dat is een pak minder dan gisteren. Nu, in de loop van de dag kregen we wel geleidelijk aan wat meer zon bij. Aanvankelijk was er veel bewolking. En lokaal viel er ook een spatje regen. Nu, op de meeste plaatsen bleef het wel droog en dan in de loop van de dag geleidelijk aan vanaf de kust brak dat wolkendek wat meer open. En zo kunnen we dus vanavond starten met opklaringen. Een storing trok vanmiddag van noordwest naar zuidoost over ons land en daar zat dus lokaal een druppel in, maar zeker geen grote hoeveelheden neerslag. En daarachter zitten dus die brede opklaringen waar we vanavond en vannacht kunnen van genieten. Voorlopig blijven we ook nog in zeer frisse lucht want we blijven aan de rand zitten van een hoogdrukgebied. drukgebied. En dus vanover zee krijgen we dus die frisse lucht. Maar voorlopig grotendeels droog weer, ook voor morgen. Misschien lokaal en bij, maar op de meeste plaatsen droog weer. En ook woensdag starten we nog met droog weer. Tot s'avonds en s'nachts, want dan gaat deze storing van noordwest naar zuidoost over ons land trekken. Dan mogen we wat lichte regen verwachten, of wat motregen. Nu voorlopig nog altijd geen al te grote hoeveelheden neerslag. En dan donderdag overdag zitten we achter die storing en wordt het opnieuw droog. Maar nog altijd vanuit Noordwestelijke hoek, die frisse lucht. Dus geen al te hoge temperaturen. Ook s'nachts niet. De volgende nacht wordt het redelijk koud in de Hoge Venen. We gaan naar 0 graden. Dus aan de grond kan het daar mogelijk lichtjes vriezen. En dan elders een minimumtemperatuur rond 3 of 4 graden, 5 graden voor de kuststreek. Ja, dan morgen staan we op met af en toe toch wel wat zonneschijn, afgewisseld met wolken. Nu in de loop van de dag, stilletjes aan in het binnenland, komen wel wat meer stapelwolken opzetten. En ja, misschien valt daar lokaal wel een bui uit, maar op vele plaatsen blijft het nog droog. En zeker aan zee blijft het ook nog redelijk mooi. Temperaturen van 9 graden in Hoog-België tot 14 graden voor de Kempen. Dus min of meer dezelfde temperaturen als vandaag. Twisselvolgen gaat er wel nog een poos blijven inzitten, dus ook voor... Woensdag verwachten we veel meer lichtwisselvallig weer. Met vooral later op de dag wat meer bewolking. Nu de regen houden we vooral voor s'avonds en voor s nachts. 15 graden, dus die temperaturen vallen wel mee. Daarna wordt het frisser. Voor donderdag nog een temperatuur tot hooguit 11 graden, afwisselend zon en wolken. En ook vrijdag zijn er behoorlijk wat wolken, af en toe een streepje zon en temperaturen dan rond 13 graden. Het blijft wel droog. Tegen het weekend vergroot dan geleidelijk aan de kans op regen of een aantal buien. Voor zaterdag halen we nog 15 graden, zondag nog hooguit 12 graden. En in het weekend staat er ook wel een strakke bries. Het wisselvallige zit er dus nog een poos in, maar dat betekent af en toe toch ook wel zonnige momenten. Dus momenten om van te genieten, afgewisseld met die zware bewolkte, meestal droog weer. Dat was voor nu. Bedankt voor het kijken. En als uitsmijter heb ik nog een hele fijne Weerspreuk. Dag.